Dus ik kom buiten en ik zeg tegen mijn ouders: van, ik heb MS. Bijna. Nee, helemaal, helemaal blij. Nee, niet bijna. Ja. Blij. Opeens kon ik niet goed meer lopen als in nooit. Opeens kon ik niet goed meer naar de wc. Opeens had ik een helse hoofdpijn. Opeens brak er een soort van lichamelijke hel. Hoe keek jij tegen de toekomst aan? Oh, heel makkelijk, één boord, uitbehandeld. Dat is wat ze zeiden. Met 33. Dat, dat mag niet. En wat zijn de risico's die erbij komen kijken? Dat je doodgaat. Hoi, ik ben Irene Zentoven en goed dat je luistert naar de podcast Held en Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs? Yes, en deze week neem ik een podcast op met Sarah. Uh, jij was 22 jaar toen je uh, MS geconstateerd krijgt. En eigenlijk gaat het dan allemaal heel snel en beland je vervolgens in een rolstoel en staat de hele toekomst op losse schroeven. Uh, maar nu, vijf jaar later, precies een jaar na een ontzettend heftige uh, stamceltransplantatie in Rusland, kan jij gewoon gaan en staan waar je wil. En volgens mij ligt de hele wereld je voeten. Uh, ik ben ontzettend blij dat je er bent. Ja, leuk, echt super tof. Hoe gaat het met je? Ja, waanzinnig goed. Ja, ja, die trap net die ik op ben gelopen, een jaar geleden was dat. Een no-go geweest. Had je me echt, nou, had je me gewoon echt met, met z'n tweeën naar boven moeten sjouwen. We gaan eventjes helemaal bij het begin beginnen. Mm -hmm. uh, voor de mensen die dat niet weten, wat is MS? Uh, MS is een auto-immuunziekte. Uh, ja, kort door de bocht krijg je uh, uh, door MS littekens in je hoofd, in je hersens. En uh, dat zijn dan zeg maar wonden. En die wonden worden littekens en dat zijn dan harde gebieden. En daardoor vallen dus functies uit. Ja, of raken verstoord. En wat voor functies zijn dat dan die uitvallen? Uh, bij mij was dat dus uh, uh, bijvoorbeeld coördinatie. He, dan wou ik opstaan van de bank en dan wou ik naar rechts, maar mijn benen gingen naar links. Uh, mijn blaas uh, krijgt een verstoord signaal, waardoor het niet uit weet te plassen. Uh, fijne motoriek, uh, gewoon schrijven, je handtekening zetten. Uh, praten als je vermoeid raakt, niet op woorden kunnen komen cognitieve uh, problemen als in uh, snel overprikkeld raken of uh, dingen we heel makkelijk vergeten. Ja, en zo heb je dus uh, een heel scala van, van beperkingen die je dus kunt krijgen door MS. En iedereen is daarin ook gewoon anders. Ja, want op welk moment kwam je erachter dat er iets goed mis was? Uh, ik was met mijn moeder aan het wandelen en uh, ik stond opeens gewoon bevroren op straat. Ik kon niet meer vooruit of achteruit. En mijn moeder zegt, ah, doe, dat is niet leuk, niet grappig, doorlopen. Ik zei: ja, dat is hartstikke grappig en uh, goed bedoeld van jou, maar dat zit er niet in. En even tien minuten later, zo wou we het wel weer. Nou goed, de volgende dag niks aan de hand. Van, wat is dat dan geweest? En toch kwam het steeds vaker voor dat dus mijn benen gek deden. Ja, wat bizar. En op welk moment ben je toen naar de huisarts gegaan? Ja, toen ik echt dacht van, hé, hey, hier zit een patroon in. Dit gebeurt dus vaker. Dan moet er iets zijn. En dan... Uh, is het moment dat ik bij de huisarts heb aangekloopt. Maar die zegt van, ja, weet je, je hebt een hele stressvolle studie op dit moment. En, uh, wat studeerde je? Uh, wat deed ik toen? Communicatie. Oké, okay. ja. En, uh, en je ouders wonen in het buitenland, het zit je ook allemaal niet mee, bla bla. Het is stress, ga jij maar naar de GGZ. Ja, maar je voelt dat wel, dat, dat dat niet... Nee. Nee, dat klopte gewoon niet. Ik wist dat het niet klopte. Ja, want je wist toen al dat het niet psychisch was, ja. Want dat zei hij eigenlijk. Hij zei: eigenlijk, Je bent overprikkeld, wellicht misschien tegen een burn-out. Een beetje op die tak zat hij. Dat. Maar heb jij ooit gehoord van iemand die, overprikkel, of die uh, tegen een burn-out zit of psychisch dat je benen het niet meer doen? Ik weet het niet. Ik zit daarvoor niet genoeg in die stof. Maar... Ik ook niet. Nee. Maar mm, makes no sense. Op nee. een of andere manier. En ik voelde ook dat dat niet zo was. Nee, dus waar er uh, dus ben je toen door gaan zoeken eigenlijk? Ja, ik ben toen van huisarts veranderd. Ik dacht van, ik ga jou toch niet overtuigen en daar heb ik ook eigenlijk helemaal geen zin in. Nee, dat hoeft ook eigenlijk niet, want je weet dat, dat er iets goed mis is. Precies. Ja. En, die, uh, en huisarts nummer twee, die uh, legt mij op, uh, op een brancard neer. En die begint met zo'n stemvork, cirkeltjes om een navel te draaien. En die zegt van, uh, je reflexen werken niet mee. Ja, dat zijn mij nog niet zoveel. Nee. Maar hij zegt van, dat is iets neurologisch. Je, ik ga je doorlinken naar de neuroloog. Ja, vanaf dat moment ging het heel snel. Ja, en dan kom je bij de neuroloog en dan krijg je de bevestiging van het is MS. Ja. En wat gaat er dan in gedachten om? Ja, toen uh, bloodde ik heel fanatiek. Ja. En ik was eigenlijk heel lang bang dat ik mijn brein aan flarden had gebloot. Dat ik dacht: van, oh ja, moet je nagaan hoe, ik, hoe, hoe hardcore ik dit doe. Dat gewoon mijn lichaam. Uh, ja beswijkt onder de amount of wit die ik tot mij neem. Dus ik en, en ik heb ook nog gedacht van, oh ja ik heb vast een hersentumor of iets anders heel ernstigs. Dus toen die gozer tegen mij zei die neuroloog van uh, je hebt MS, ja, ik was gewoon opgelucht. Na vijf minuten stond ik buiten. Ik had ook geen vragen. helemaal helemaal niet. ik helemaal top dit. Ja. Ik stond buiten en uh, mijn ouders van nou en wat is het dan? want ze mochten ook niet mee, want ik was dus bang dat mijn neuroloog zou zeggen van nou hè, dat blauwe dat heb je. Je hersenen beschadigen. Snap je? Ja. Dus ik zei tegen mijn ouders, blijven jullie maar buiten. En dan vertel ik wel wat, wat, wat er zo meteen uh, uitkomt. Uh, dus ik kom buiten en ik zeg tegen mijn ouders, van, ik heb MS. Bijna. Nee, nee. Helemaal, helemaal blij. Nee, niet bijna. Ja. Blij. En uh, mijn ouders die beginnen te grienen, die beginnen te janken. Dus ik van, nou, wat, wat is dat dan? Ik had er ook nooit van gehoord. En als ik ervan had gehoord, had ik het echt in de categorie reuma of zo. Ja, weet je, je bent dan ook ergens uh, nou, hè, jong. 22. Uh, helemaal in de partymodus. Ik, ik was niet bezig met ziek zijn en ik kende geen mensen die, die ziek waren. Nee. Dus ik dacht van nou, dit is een dit is oude vrouwenziekte, maar pff, dat, ja zou wel meevallen. Ja, maar dat viel niet? Nee, nou nee, zeker niet. Nee, nee. En op welk moment kwam dat besef dat je dacht, op welk moment kwam je erachter dat MS wel meer was dan jij misschien op dat moment voor ogen had? Nou, op een gegeven moment toen ik dus door de neuroloog uh, de diagnose kreeg, uh, in het begin dus van, nou, uh, dit uh, is voor oude mensen, het zal wel meevallen. Maar op een of andere manier, ik weet niet hoe dat werkt, maar toen uh, begon ik mij dus steeds meer te realiseren van, ik heb dat dus. En het is net alsof in mijn brein toen iets los is geschoten, zo van, nu gooi je ook de handdoek in de ring. Opeens kon ik niet goed meer lopen als in nooit. Opeens kon ik niet goed meer naar de wc. Opeens had ik een helse hoofdpijn. Op, opeens brak er een soort van lichamelijke hel. En gaf je er mos. misschien ook een beetje aan toe? Dat, ja. ik denk dat dat het echt was. Ja. En hoe was dat voor je? Ja, heel zuur. Ja, dat, dat was dat super kut gewoon. Ja. Wat is dit nou? Wat heb ik nou aan mijn broek hangen? Ja. Alleen ik had uh, relapsing, remitting, MS. Je hebt vier varianten. En uh, de, de, de variant die ik had, zeg maar, uh, betekent dat je uh, pieken en dalen hebt. Dus dan heb je een moment uh, dat je schade hebt, dat je dus een ontsteking hebt. Maar die ontsteking kan ook weer wegtrekken. Okay. Dus de klachten die je dan hebt, kunnen ook weer. soort van recht gebreid ja. worden. En merk je dat ook heel erg dat je in die pieken en dalen leefde? Ja, eigenlijk wel. Dan had ik een schoep, zo noemen ze zo'n aanval. En dan was het helemaal hommelus En dan in het ziekenhuis met de prednisonkuur en weet ik veel wat. Maar dan trok het wel weer bij. En dan kon ik eigenlijk mijn gang wel weer gaan. Ja. En ik merkte wel dat het steeds meer wat minder werd. Maar het ging zo geleidelijk aan dat ik kon er eigenlijk prima mee, mee leven. Werd je ook goed begeleid daarin? Nee. Of nee. Dat is <laughs> nee. eigenlijk mijn eigen keus. Ja. Um, ja, weet je. Dat is heel vaag, maar... Uh, Zijn ontsteking zitten en daar kun je eigenlijk niet heel veel aan doen. Dus uh, als ik niks voelde, als ik nergens last van had, ging ik ook niet naar de neuroloog. Dacht ik van nou ja goed, weet je, ik weet dat dit een ziekte is wat langzaamaan achteruit gaat. Dus ja, waarom zou ik alle toeters en bellen bij elkaar moeten blazen? Ja. Uh, ja, geen bericht is goed bericht. Nee, Maar voelde je dan niet een soort van onmacht dat je er niks aan kon doen? Ja, heel erg. Ja. En ik gebruikte wel medicatie, Copaxone, en dat moest ik dan elke dag spuiten. En uh, dat zou dan de ziekte remmen. Ja. Dat heb ik, tien jaar heb ik dat gebruikt. En op een gegeven moment dacht ik: van, het doet niks meer of zo. Ik weet niet, ja, het is een lichamelijk gevoeletje. Ik dacht: van nee, dit weet ik niet. En toen ben ik wel weer naar een neuroloog gegaan: van joh, check mij eens even. Want ja. hè, ik ben al een poosje niet meer geweest. En ik wil nou eens weten hoe het ervoor staat. En toen bleek ik dus zeker de progressieve MS te zijn. En dat is een ander ziektebeeld. Dan heb je niet meer dat je opkrabbelt op het moment dat je een ontsteking hebt. Okay. Dan ga je gewoon langzaamaan achteruit. En wat vertelden ze toen een beetje over de toekomst? Of hoe keek jij tegen de toekomst aan? Oh, heel makkelijk, één woord, uitbehandeld. Dat is wat ze zeiden. Van, je hebt nu secundair progressieve MS, wij kunnen niets meer voor jou doen. En hoe, hoe, hoe kwam dat binnen bij jou? Als een bom. Ja, dat was echt het moment dat ik dacht van... Uh fuck dat, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet mijn leven zijn. Nee. Dat kan toch niet? Ik ben 33. Dat, dat mag niet. Nee. En merk je dat het toen ook steeds sneller ging? Of, of hoe heb je die periode erna ervaren? Echt op de terugweg van het ziekenhuis, uh, vanaf dat moment dat ze me de, die diagnose gaven, uh, heb ik zo gehuild in de auto en helemaal devastated. En vanaf dat moment, het lopen, het ging al slecht met lopen, maar toen... Kreeg ik geen voet meer voor de ander. Nee. Toen heb ik eigenlijk de handen in de ring gegooid. Ja. Wederom datzelfde mechanisme dat je je erbij neerlegt. Ja, machteloosheid. Exact. Denk, toen ben je ook vervolgens verder gaan in de rolstoel? Of Helemaal. had je die toen al? Nee, ja, die had ik al voor als ik ging winkelen ja. of als ik lange afstanden moest lopen. Dat, dat kon ik eigenlijk al niet meer zonder rolstoel. Maar vanaf dat moment was het ook thuis de rolstoel, overal de rolstoel. Ja. En hoe zou je die fase uit je leven beschrijven? Hoe kijk je daarop terug? Nu, nu, kijk, nu is het mooi omdat het natuurlijk nu zo goed gaat. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je dat als een soort van best wel zwarte bladzijde, of weet ik niet. Maar jouw ja, nee, ja. Dat, nee, maar ja, dat is het echt. Op dat moment uh, ja, voelde ik me gewoon echt uit het veld geslagen. De wereld gaat gewoon door en ik sta bij de sideline toe te kijken hoe iedereen dan allemaal zo lekker succesvol en leuk en gezellig in het leven staat. En ja, ik telde niet meer mee, voor nee. mijn gevoel. En was, dat, was je dan boos? Of kon je, het, kon je het... Want jij bent wel iemand die lekker nuchter ook best wel, volgens mij goed kan relativeren. Mm -hmm. Hoe ik je nu een paar minuten ken natuurlijk. Uh, wat voor emoties kwamen daarbij kijken? Uh, ja, heel verdrietig. En machteloos. En ook... Uh, ja, gewoon heel... Ik werd ook wel strijdlustig daarvan. Dat ik dacht van, fuck, dit kan gewoon niet. Ja. Ik moet iets bedenken. Ja. Ik moet iets gaan doen. Want toen de tijd, je vertelde, gebrek, uh, gebruikte je eigenlijk wiet als uh, medicatie, toch? Mm -hmm. En waarom? Dat soort van dat de pijn bestrijdt. Ja, want, want een van de dingen, uh, wat echt bij MS hoort, uh, is uh, ja, die zenuwbanen. Die zijn zeg maar uh, beschadigd. En uh, daar krijg je zenuwpijn van. Ja. En uh, uh, ah, daar, daar word je helemaal wild van. Dat is zo intense pijn. Kutpijn. Ja. Dat, dat trok ik niet. En daar heb je echt wel medicatie voor, maar dat is eigenlijk dan ook een rommel als je mij vraagt. En, en Wiet hielp gewoon heel goed. Ja, dus dat was gewoon jouw uitweg. Ja, en ik was inmiddels ook thuis, thuis, thuis. Als in ik werkte niet meer en, en ik lag gewoon elke dag thuis. Dus ja, en als je dan moet kiezen of nuchter de hele dag zitten te piekeren over hoe kut je leven wel nu is. Of zo stoot als een ganaal op de bank te te Netflix. Ja, nou ja, goed, voor mij was de keuze heel makkelijk gemaakt. Ja, nee, ja ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het heel grappig ook. <laughs> Zit ja. je gewoon lekker in, lag de hele dag thuis te blowen? De hele dag. Vanaf ja. ochtends vroeg tot avonds laat was ik zo skaf als ik weet niet wat. <laughs> ja. En hoe was het voor je vriend? Ja, ik kan het natuurlijk niet voor hem invullen. Maar ik denk dat, dat het voor hem heel verdrietig moet zijn geweest. Ja. Als je heel veel van iemand houdt en je ziet hoe zo'n meid... Aftakelt en, um, en nou ja, nergens meer iets vindt van hè, en nu dan. En nee, je kon je ik, op dat moment natuurlijk nergens aan vastgrijpen. Het was niet een uitzicht. Nee, nee, kijk als ze met de medicatie komen en ze zegt van nou ja, dit kunnen we eens proberen. Kijk wat dit doet. Ja. Dan heb je in ieder geval iets om je aan op te trekken? Maar dit was gewoon je bent uitbehandeld. Ja. Wij kunnen niets meer voor jou doen. Welk moment besloot jij verder te gaan kijken? Nou goed, ik denk dat. Uh, uh, je hebt dus vijf van die uh, je hebt vijf fases van rouw, toch? Van die stadia van rouw. De eerst ga je het ontkennen, dan ga je uh, de vechten. boos worden, weg ja. vecht worden, uh, vechten, inderdaad. En, uh, nou, ik denk dat ik in het eerste jaar na die diagnose, dat ik al die stadia bij langs heb gelopen. Ja. En op een gegeven moment was ik met mijn vriendinnen een avondje aan het borrelen. En uh, ik had mijn, uh, mijn computerscherm zo aanstaan. En wij zagen dus uh, dat een vrouw uit mijn dorp die stamceltransplantatie ging doen. En zij was eigenlijk al heel slecht. Ik wist wel dat ze MS had, maar ze was al heel slecht. Ja. En toen, uh, ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik zeg tegen die meiden: van ik moet dit doen. Ik ga dit doen. Als zij dit gaat doen, moet ik het zeker gaan doen. Ja. Want zij had eigenlijk al niets meer te verliezen. Zij was echt super slecht. Tegen kasplant aan. Ik had nog, ondanks dat het slecht ging, had, vond ik zelf nog dat het. Ja, dat er, is, er is nog een heel leven te halen. Ja. En toen heb ik, uh, toen heb ik echt de kogel door de kerk. Uh, ja. Ge, wat dan ook. Ja, geschoten. Uh, dat. Ja. dat. Ja, toen dacht ik van ja, dit, dit ga ik nu doen. Ja, en ook, het moest ook snel gebeuren. Ja. Oké, okay, want toen ben je gaan kijken, toen ben je uitgekomen in Rusland. Ja. Niet verzekerd. Dus je moest, wat was het, 65.000 euro bij elkaar sprokkelen. Klopt. Toen begon eigenlijk een soort van jouw... Uh, ja, je strijd eigenlijk om dat op te halen. Ja. Hoe was dat? Waanzinnig. Uh, heel zwaar. Want ik wou... Uh, kosten wat, wat het kost... dat zelf doen. Mm -hmm. uh, tuurlijk, ik heb heel veel hulp gehad... en heel veel hele belangrijke hulp en alles. Maar ik wou eigenlijk zeg maar, wel de kapitein op mijn schip blijven. Ja. Het moest de Sarah Kingma Show zijn. Het moest helemaal zijn zoals ik ben... En um, je, je wil niet weten hoe ik hemel en aarde heb uh, bewogen. Ja? Alles op alles gezet. Ja, Om dat geld op te halen. Alle, ja, alles. Ja. In drie maanden tijd had ik het bij elkaar. Bizar, toch? Ja, echt. Wat zei die arts in Nederland over dat je naar Rusland ging? Um, ja, heb ik hem niet verteld. Want op het moment dat hij tegen mij zegt: van jij bent uitbehandeld. en het dus niet eens aanbiedt: van joh. Uh, voor mij ben je uitbehandeld, maar in Rusland of in uh, Zweden hebben ze uh, behandelingen waar je misschien nog eens naar zou kunnen kijken. Ja, dat dus op het moment dat je me dat niet aanbiedt, dan kun je deze ja, krijgen. Dat is ook nooit genoemd. Nee, en waarom wordt dat in Nederland niet gedaan? Ik weet niet of dat mijn plek is. Uh, nou, nee, dat zij zeggen zelf. Dat, en met zij bedoel ik het clubje neurologen, wat in Nederland dus bepaalt wat een succesvolle behandeling is voor de MS of wat niet. Ja. En zij zeggen zelf dat het te risicovol is voor de winst die je ermee zou kunnen behalen. En wat zijn de risico's die erbij komen kijken? Dat je dood gaat. Oké. Okay. En je was je bewust van het risico toen je naar Rusland ging? Ja. Ja, ja zeker. Ja. En kon je daar nog soort van mentaal op voorbereiden? Uh, ja, maar. Het allereerste wat ik heb gedaan is: van oké, okay, meneer de neuroloog Nederland, jij zegt dat het zo risicovol is. Maar wat is dan dat risico? Ik bedoel, daar zit vast een percentage aan gekoppeld. Ja. Hè, hoeveel procent van die mensen die die behandeling doet, overlijdt hierbij? Nou, en dat was ik dan gaan uitzoeken. En dat verschilt dan ook nog per ziekenhuis waar je dit laat doen. En ik wou dus per se naar Moskou, want daar zit Koningsstamcel. Dat is dokter Federenko en die heeft, is eigenlijk pionier op het gebied van deze behandeling. Ja. En toen las ik dat uh, de kans dat ik kwam te overlijden tijdens deze behandeling uh, eigenlijk helemaal niet zo groot was. Weet je nog hoe groot? Uh, ja, volgens mij is dat nog geen procent. Meen je dat? Ja. ja? ja. En, en de kans dat jij binnen hoeveel jaar zou overlijden zonder die behandeling? ja met het tempo kijk ja dat is moeilijk om moeilijk te zeggen, in te gaan natuurlijk ja. dat is moeilijk om in te gaan maar met het tempo waar dit mee ging ja, um, ja. was voor jou de keuze natuurlijk heel snel gemaakt ja 100%. ja honderd en dan binnen drie maanden heb je het geld opgehaald ja en vlieg je naar Rusland ja met je vriend ja wat voelt er allemaal in je Hoe voel je je dan? Ja, dan ben je er klaar voor hoor. Ja? Dan heb je dus naartoe geleefd. Je hebt je ballen bij elkaar geraapt. Ja. Het uh, is een now or never verhaal. Uh, nu, gaan, nu gaan we. Ja? Nu gaan we eventjes halen waar we recht op hebben. Ja, had oh, had Dat je ook helema Helemaal. Ja? Ik verheugde me er gewoon op. En wat is een stamceltransplantatie? Oké, okay, een stamceltransplantatie houdt in dat ze de stamcellen die in jouw bloed zitten, ja. in mijn eigen bloed, dus niet uit, via een donor of iets, die halen ze via uh, met een dialyseapparaat halen ze die uit je bloed. Ja. Die vriezen ze in. Dan leggen ze mij plat met een zware chemotherapie. Ja, om je hele immuunsysteem af te breken. Exact. Dan krijg je je stamcellen terug. En dan ontstaat zich een nieuw immuunsysteem. Wat bizar toch? Ja. Wordt het al veel toegepast in de wereld? Elke dag voor mensen met uh, leukemie. Ja. Een op een behandelen. Is precies dat hetzelfde. wordt wel in Nederland gedaan. Ja, aan de lopende band. Dus, maar het is toch bizar dat ze dan niet bij jou dat willen testen in Nederland? Ik bedoel, als de hele techniek er in Nederland al is. Ja. Voor leukemiepatiënten. Ja. Of, of ben ik alleen dat ik dat bizar vind dat ze dat niet. Uh, nee, ik denk ja. met jou en mij heel veel mensen. Ja. E echt heel veel heel veel mensen die die, die MS hebben en die uh, eigenlijk een doodvonnis hebben gekregen die hier lucht van krijgen en die denken van ja, fuck that, dat, dan moet ik toch ook dat moet daar heb ik toch ook recht op. Ja, en ook verzekerd recht. Ja, nou, dat ja. ik, bedoel, ik bedoel, je bedoel niet iedereen lukt het om binnen drie maanden zoveel geld bij elkaar te. Dus nee, wat, dan... en dat realiseer ik me ook. Dat ja. vond ik in het begin wel moeilijk, want ik dacht van jongens, waar dan willen ze ze weg? Ja. Als dit is wat je wil, dan ket uh, je shit together en gaat dat fixen. Ja. Maar ja, naarmate de tijd verstrijkt Weet ik hoe zo'n privilege het is geweest dat ik ben wie ik ben? Ja. He, de manier hoe ik in het leven sta en hoe ik communicatief vaardig ben. of Ik weet het niet precies. Nou, ik denk waar wel het aan dat, lag. Je, dat je een bepaalde uh, uh, soort van iets uitstraalt waar mensen met je mee kunnen leven. En, en sociaal ben je natuurlijk sterk. Dus ik denk dat het wel misschien makkelijker voor een persoon is uh, dan iemand die misschien iets meer introvert is en het moeilijker vindt om echt die stap te nemen. Want je gaat natuurlijk mensen wel vragen voor donaties. Dus ja. het is redelijk. Moeilijk lijkt me. Ja, nee, dat is het zeker. Um, dus ja, des, des te knapper natuurlijk, hoe dat is gelukt in zo'n korte tijd. Echt heel bizar. Um, dan ga je de hele um, behandeling in. Mm -hmm. Hoe is die periode voor je? Heel zwaar. Want uh, ja, je, je bent in een land. Rusland is echt een heel andere koek dan Nederland. Ja, gewoon een cultuurverschil. En uh, je spreekt de taal niet. En uh, je weet dat het. dat het een impactvolle behandeling is. Dus hoe zeer ik me er ook op verheugde en hoe, hoeveel zin ik er ook in had, um, ja, vond ik vond het wel rete spannend. Ja. En ook gewoon echt zwaar, want het is, vooral die chemo op een gegeven moment, ja, ze pompen je helemaal vol met die troep. En ja. ik was echt zo lijp als een raamkozijn. Ik wist bij voor en achter niet meer dat ik, dat ik leefde. Nee, ik ik zag ook hele gekke dingen, echt, echt bizar gewoon. Ja, want hoeveel weken heb je chemotherapie? Uh, nee, die chemotherapie waren vier dagen. Oké, okay. achter elkaar. Boem, ja. boem, boem. En in totaal heb ik vier weken in Moskou gelegen. Ja. En dan vertelde je in je vlog, en dan doen ze die, die ketchup, zei je eigenlijk. Ja. Noem die het. Dat is dan de nieuwe, of eigenlijk je oude stamcellen met je nieuwe immuunsysteem. Exact. Oké, okay. exact. En dan moet je revalideren. Ja. Ho dan zit je nog daar. Hoe is dat allemaal daar? Nou ja, dat revalideren is, kijk, op het moment dat ze die stamcellen er dus in drukken, ja. stinken ze dus echt naar ketchup. Dat, ja. ja, dat verwacht je gewoon niet. Want je zou denken, nou bloed, nou, dat zou wel een geur hebben. Maar stamcellen ruiken dus gewoon naar tomaten. Ja, oké. Okay. Dat, dat is heel bizar, de... ja. Ja, ja maar het... jij kan het, kan het weten. Nou, ik stond ja. er echt van te kijken. Misschien is dat nog steeds van mijn, van mijn lijpheid... dat ik dat zo heb gekoppeld. En is dat helemaal niet waar. Maar zo herinner ik het me. En, um... Van je lijpheid, omdat je gewoon volledig... Ge, ge, ge... Ja, zoveel medicatie op had. Nou ja, die chemo, in die, in die intensiteit... Staat echt gelijk aan een halve kilo ketel of zo. Ik was echt helemaal <laughs> de kluts een Helemaal Helemaal. <laughs> ja. Echt bizar. En dan niet op de goede manier, zeg maar. Nee, nee totaal niet. Want je bent zo zwak als ik weet niet ja. wat. En ik kon niet op mijn benen staan. En oh, ja, dat, dat, was, dat was gewoon heel akelig. En dan op het moment dat je dus je stamcellen terugkrijgt. Uh, dat is het spannendste moment. Hè? Want als die afgestoten worden, ja, dan ben je echt fucked. Want je hebt geen weerstand eenmaal nul, je hebt echt zit echt op een nulwaarde en als dan die stamcellen niet binnenkomen, ja dan, dan, dan wordt het echt spannend. Maar die kwam dat ging dus wel goed. O, wanneer hoorde je dat of o, zien ze dat gelijk? Op 29 oktober 2019 ja. kreeg ik mijn stamcellen terug en inderdaad ze zien gelijk of ze geaccepteerd worden of niet. Ja. Dus iedereen was helemaal blij en ik was helemaal lijp. Het, helemaal was helemaal, lijp. Uh, het was helemaal, 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 feest. Helemaal, helemaal feest. Ja, wat goed. En dan ga je weer naar Nederland en dan begint eigenlijk het refleren. Ja. Binnen welke tijd kreeg je door van oké, okay, mijn lichaam gaat weer werken? Uh, nou, de eerste dag was ik echt wel heel zwak. En nog euforisch van alle medicatie. Ja. Hey, ik was thuis en uh, uh, ja, ook bizar. Ik heb zoveel. Geshopt online, ik had zo'n behoefte, want dit is mijn nieuwe leven ja. en ik moet een nieuw koffiezetapparaat. en ik heb ja. nieuwe washandjes nodig. Ik heb echt iets van 300 washandjes bij de week. Ja. Het maar dat is gewoon omdat ik, ik had het gewoon echt niet op orde in mijn hoofd. Dus nee. De hele impulsieve gekke dingen, ben je wel eens bang geweest tijdens dat, uh, tijdens dat hele proces in Rusland? Ja, ja, denk ik wel, wel, want alle. Alle communicatie, zeg maar, alle stamcellen en alles wat erin gaat en eruit gaat, gaat via een neklijn. Ja. En dat is een soort buisje wat ze in je slagader uh, plaatsen. Een soort navelstreng. Ja. Oh, en daar had ik zo mijn broek van vol. Ja. Oh, dat moet zoveel pijn doen. Deed het pijn? Nee. Het viel mee. Ja. He ja, echt bizar. Wat deed het meest pijn aan die hele behandeling? Um, ja, er is eigenlijk niet echt sprake van pijn dus is eigenlijk ongemak. Ik vond bijvoorbeeld aan, die, aan dat stamcellen verzamelen, aan dat apparaat liggen. Dat vond ik, oh, pff, dat, de, ja, ik weet niet. Dat weet ik een hele misère gevoel. Ja. Ja, gewoon akelige akelig gevoel, maar echt pijn. Ik heb, ik heb niet echt pijn gehad. Nee? Wat nee. goed wel voor je. Ja, wel. Ja. Ja. En wel heel veel ongemakken, want je kan natuurlijk veel niet. Je kunt veel niet en je voelt je echt wel shitty, hoor. Ja. Echt ziek. Ik bedoel, op het moment dat je dus die chemo's hebt gehad, oh... oh. Ben je echt ziek, ziek, ziek? Maar dat, ik weet niet, vind jij griep pijn doen? Um, nee, ik ben ook al heel lang niet grieperig geweest, moet ik zeggen. Dus nee, ik precies. weet dat, wel op de basisschool en zo. Ja. Maar kan het niet heel goed meer heugen. Het is meer gewoon een heel on onpasselijk gevoel. Nou dat, ja maar dat is met die behandeling net zo. Niks heeft echt pijn gedaan. Nee. Wat voor energie geeft het je? Het moment dat je merkt dat je weer kan gaan. En misschien ook dat je soms te snel gaat. Of dat het, dat het, hoe, hoe is die periode voor je geweest? Ja, ik merkte bijvoorbeeld, toen was ik teruggekomen uit Moskou. En ik denk, uh, ja, die eerste week al, heel voorzichtig uit mijn bed uit. En ik ging voor mijn hond, ging ik zijn bakje water vullen. Uh, want dat was op en het beest moet water drinken. En uh, normaal gesproken pak ik altijd eerst een handdoek. En dan vul ik het bakje en dan loop ik met het handdoek onder het bakje. Want door mijn verstoorde motorie klotst ja. het alle kanten op. En uh, ik was nu de handdoek vergeten, of ik had er niet bij stilgestaan. En in één rechte lijn, zonder een druppel te morsen, kon ik balans houden. Ah, toen dacht ik bij mezelf van, jongens, wacht maar. Yeah. <totstuk> de, begint het begint erop te lijken. is back. Nou, echt 100%. procent. En dan uh, een dag later uh, heel voorzichtig aan de trap oplopen. daar had ik ook al heel lang niet meer gedaan. Ik had de traplift. Uh, want ik kon gewoon de trap niet oplopen. En dat ging ook goed. Yeah. En toen, uh, twee weken later, dacht ik van, nou weet je, ik ga ze een rondje met de hond lopen, kijken wat dat doet. En dat ging goed. En uh, ja, zo, ja, ik viel gewoon eigenlijk van de ene verbazing in de andere en het was, het was een fucking feest. Ja. Mijn nieuwe, ja, de, 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 de ontvouwde zich gewoon een nieuw leven. Ik noem dit ook mijn, mijn leven 2.0. Ja. Dat is het echt. En ben je in het leven 2.0 ook meer dankbaar? Merk je dat? Ja, wat denk je? Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar zeg maar, ik kan me voorstellen dat je bij elke kleine overwinning... zo, zo ongelooflijk veel uh, geluk voelt. Helemaal wild. Ja. Helemaal wild. Zo blij, zo fucking blij dat, dat ik de kans heb gekregen. Dat ik de kans heb genomen. Dat het gewoon is gelukt. Ja, dat ook vooral. Het, het, weet je, soms denk ik wel eens van... hoe zou ik naar dit verhaal kijken als ik niemand zou kennen... Weet je, je moet het zien om te geloven of ja. zo. Het en daarom klinkt... moeten ook mensen jouw verhaal horen. Al is het maar die ene persoon die hier weer energie uit put, om dat ook te gaan doen, kan ik me voorstellen dat dat... Ja, dat is mijn missie. Ja. En hoe blijf je dat hele proces zo strijdlustig en zo positief? Ondanks dat je natuurlijk soms een beetje monstertje was. <laughs> hoe, uh, ja. Maar ook in dat monster zat heel veel energie, hè? Ja. Dat, ik bedoel, dat was geen surfmonster. Dat, 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 dat was een gezellig monster. Ja, dat, dat was een pittig monster. Ja, ik denk dat dat uh, voor een heel groot deel met mijn karakter te maken heeft. Maar het is ook a way of living en daarmee een keuze. Je kunt twee dingen doen. Of je knakt of je buigt. Of je maakt er wat van of je gaat janken. En dat is vast niet voor iedereen zo, maar voor mij heel sterk wel. Ja. En ik kies er gewoon voor om dit, uh, om dit met veel herrie en veel energie en veel kabaal aan te gaan. Ja. Dat is, dat is een beetje... Ja, dat is hoe het gaat bij mij. Ik denk ook dat misschien vooral in coronatijd... het ook superbelangrijk is om met een positieve mindset... in het leven te staan. Uh, wat is jouw kijk daarop? Uh, nou, om heel eerlijk te zijn... Ik snap het allemaal. Want weet je, zo corona is ook heel impactvol en iedereen schrikt en is bang of, of weet ik veel wat. Maar dan vervolgens... Uh, Gaan lopen zeiken omdat je niet op vakantie kunt, of lopen jammeren dat je de kroeg niet meer in kunt, of, of hè, want je wordt zo beperkt in je vrijheid, dan denk ik wel eens bij mezelf van joh, ja, vind je dat? Vind je echt dat je er hiermee beperkt wordt in je vrijheid? Wissel één dag met hoe ik vorig jaar was. Ja. Kijken, kijken hoeveel noten je dan nog op zang hebt. Weet je, voel je gewoon blessed. Rr, hoe heet dat? Tel je zegeningen. Wees gewoon blij met wat je hebt. Ja. Want je hebt geen idee wat je voor goud in handen hebt op het moment dat je gezond bent. Ja. En ik weet, het klinkt heel cliché en dat snap ik echt wel heel goed. Maar je you bet your ass dat het echt zo is. Ja. Het ja. is echt zo. Het nieuwe leven. Saaky 2.0. Uh, wat, uh, wat zijn uw toekomstplannen? Ja, ja helemaal losgaan. Nu heb ja. ik alles in huis uh, om, uh, om dat leven, om alle dromen na te jagen die ik had. En dat doe ik ook. Wat zijn die dromen? Nou, ik, uh, wat mij heel erg op is gevallen toen ik ziek was. Was op het moment dat je dus een hulpmiddel nodig hebt. Een rollator of een rolstoel of een wandelstok of I don't care wat dat is, dat is of Bordeaux rood of donkerblauw. En met een beetje geluk champagne kleurig. Maar daarmee vind ik dus dat de, ge de gebruiker in een hoek van de maatschappij wordt geduwd. Waarin je. Selepietje bent. Ja. Je mag niet meer kiezen. Je, weet, vroeger, als je niet kon kijken, kreeg je shampoo glazen. En nu kun je weer zien en klaar. Maar vandaag de dag dragen zelfs mensen die geen bril nodig hebben, dragen een montuur. Dat is helemaal iets geworden waarmee je jezelf kunt profileren. Ja. ja hoe zit dat met hulpmiddelen dan? Ja, dat moet, moet toch ook kunnen. kunnen? Ja. Weet je, MS was voor mij ooit 5% van wie ik was. Toen een poosje 10% van wie ik was. Maar het is nooit de volle 100% van wie Sarah is. Yeah. Ik ben ook heel veel wel. En ik vind gewoon dat het een hulpmiddel moet empowerend werken. Moet juist jou het gevoel geven van je ook dat jongen. Ja. Ik kan dit wel hebben, maar kijk eens naar mijn rolstoel. Hoe vet is mijn rolstoel? Ja, snap je? Mijn rolstoel zag je van een kilometer afstand aankomen. Ja? Die was ook een geel, met met Amsterdamse geborduurde bloemen erop, en helemaal helemaal zoals ik vond dat ik eruit wou zien. Ja. Nou, en dat gaf mij ook kracht. Weet je dan soms dan zagen mensen mij wel en dan dacht ik van nou, zie je ze kijken naar me, maar niet omdat ik in een rolstoel zie. Zit ze kijken naar me, omdat ik gewoon zo'n fucking vette rolstoel heb, ja. en dat doet heel veel in je hoofd en dat doet heel veel met je zelfvertrouwen, ja. Want mensen gaan erdoor lachen, of of, of toch? Ook. Ja, mensen voelen dat Voelen ja. die energie, en uh, en dat helpt gewoon in de, in de relatie tot, tot de ander, ja, en in de relatie tot jezelf. Dus je wil eigenlijk veranderen dat, dat hulpmiddelen iets hipper worden, niet iets volledig, helemaal, ja. helemaal anders. Want ik wil gewoon de nieuwe bol.com van mooie hulpmiddelen worden. Ja, vind ik een heel mooi streven. En als je nu kijkt naar de toekomst uh, uh, fysiek gezien, ja, ben je dan nu helemaal soort van genezen, of krijg je altijd, blijf je altijd MS hebben? Ik uh. weet dat dat zo is, dus het is een beetje een open vraag natuurlijk. Ja, nee. ja. goed. Uh, nee, je hebt, vandaag de dag is er nog niks wat MS kan genezen, maar de stamceltransplantatie heeft het stopgezet. Ja. Dus uh, als het goed is komen er geen, geen ratsen meer bij. Nee, dus het ziet er eigenlijk gewoon naar uit dat je gewoon je leven gewoon alles weer kan. Ja, ik ga er gewoon vanuit. Ja. Ik ga er gewoon vanuit. Zijn er dingen die je nu nog niet kan? Uh, ja, uitplassen. Ik katheteriseer nog steeds. Oké. Okay. Ja. ja. Maar, de... maar verder is het... Uh, ja, sky's the limit. Ik doe echt alles wat ik in mijn kop heb zitten, doe ik. Ja. En uh, blow je nog? Nee. Nee, ik, uh, ik ben met, uh, met een plan bezig. Want die, die hulpmiddelenwinkel van mij, uh, dat kost heel veel geld, dat ja. idee... En uh, hè, er moet een toffe website komen en ik weet niet wat allemaal. Maar dat geld heb ik niet. Ik, ik kom nog steeds uit een WAYOM. Dat is een uitkering. Uh, dus nou ja, gewoon, er is gewoon geen monies nee. uh, on the bank. En uh, ik ben nu panties aan het verkopen. Leuk. Vertel, ja, Panty pushers. Ja. Van, van Beuken door de panty. Dacht ik ja. van, ik moet iets verzinnen om geld uh, bij elkaar te krijgen. Wat was jouw motto toen de tijd? Het was toen mijn motto. Ja. En uh, nou in Drenthe kijkt niemand op van beuk door de panty. Maar uh, <laughs> ik vind het wel leuk. <laughs> ik dacht van nou, ja, goed, ik ga daar het grote publiek niet mee, mee, uh, mee aanspreken. Dus uh, mijn partner in crime, Jan Willem, die heeft daar de panty van gemaakt. Ja. En op die manier zijn we nu panties aan het verkopen. Ja. Ik heb een hele vette shoot opgenomen. Leuk. Met allemaal ambassadrices, met allemaal een uh, fysieke beperking. Want ook dat moet anders, weet je. Wat ik je net ook al zei. Van we zijn niet 100% beperkt. Het nee. is een deel van wie we zijn. En ja. ik vind gewoon dat in 2020, man, kom op. Ja, maar kom dat is op. ook wat ik in deze podcast wil bereiken, weet je wel. Ik wil gewoon de mooie verhalen vertellen. Maar ook niet dat, dat we alleen blind stagen of van een bepaalde ziekte of een beperking. Maar gewoon, wie is de persoon? Wat zijn de ambities? En hoe kan deze persoon dit zo he positief hebben getuned, weet je wel? Precies. Ik denk dat mensen daar zo ongelooflijk veel van kunnen leren. Ja, 100%. procent. Ja. Maar wat vet, dus die panties en het geld dat je daarmee ophaalt, ga je dan eigenlijk weer stoppen in, in het, uh, ik noem het even het bol.com beperking uh, ja. bedrijf. helemaal. daar Nee. Oké. Okay. Nee, eigenlijk nog niet. Nee. Nee. Wat zou je willen meegeven aan mensen die misschien nu geconstateerd zijn met een beginnende fase van MS? Eigenlijk, dat wil ik uh, benadrukken en hoop ik ook gewoon dat je deze voelt degene die luistert met MS, jij bent baas over jouzelf. Kijk, een neuroloog heeft gestudeerd en weet heel veel, maar uiteindelijk ben jij degene die het potje poker speelt. Jij besluit of jij met twee azen all in gaat, of dat je dat misschien met een drie en een vier doet. Jij, jij bent je eigen baas. En tuurlijk moet je al het advies ter harte nemen, maar uiteindelijk ben jij degene die dus uh, ervoor kiest hoe haar of zijn leven eruit moet zien. Ja. En dat mis ik heel vaak. Ja, maar mijn neuroloog heeft gezegd... ja, maar jouw neuroloog is gewoon niks meer en niks minder... dan gewoon ook maar een sterveling. Is geen god of zo. Nee, het is niet de waarheid. Nee, helemaal nee. niet. Kijk naar mij. In Nederland zeggen ze, ik ben uitbehandeld. Vervolgens ga ik naar Moskou. En ik ben gewoon niet eens meer de persoon... Ik lijk er niet eens meer op. Bizar. Exact. Heb je veel uh, soortgelijke personen gesproken met zo'n verhaal? Ja. Ja? ja, dat sterkte mij natuurlijk ook enorm. Dat is het eerste wat je gaat doen op het moment dat je denkt van, oh, dit zou mij wel eens kunnen helpen. Ga je op zoek naar mensen die dat of al hebben gedaan of dat ook van plan zijn te doen. In welk stadium kan je het eigenlijk doen, stamceltransplantatie? Ja, nou, dat is ook zo'n enorm groot misverstand. Want in Nederland zeggen ze, je moet eigenlijk wel redelijk slechter aan toe zijn. Wil dit enigszins voor jou helpen? Ja. In Rusland, dokter Federenko, die zei. Nou, ga ik hem even erin klappen. Ja. Sarah, this treatment is indicated for everyone with SMS. Want wat doe je? Uh, je zet een ziekte stop. Ja. Hoe dus in je begint in het begin doet, stadium? Toch? Ja. stel je voor, je hebt de auto en je banden, uh, je profiel begint af te nemen. En dat zie jij. Wacht jij totdat je gladde banden hebt en alle kanten op kunt slippen? Of zeg je van, hey, het profiel wordt minder, laat ik er even nieuwe banden onder zetten? Ja. Snap, dit is hetzelfde. Hoe eerder je dit stopzet, ja. hoe, hoe minder stront je aan de knikken. Ja, en hoe minder schade je oploopt. Exact. Maar is het zo dat als je het in een begin stadium doet, um, dan heb je alsnog die kans om te overlijden? Ja, tuurlijk. D dat zeker. Want de kans uh, dat je komt te overlijden, waar zit hem daar? Nee, waar zit hem dat in? Ja, waar ja. zit hem dat in? Dat is natuurlijk omdat ze met die chemo je. Uh, uh, waar dus helemaal plat legt. Dus je hebt geen immuunsysteem meer. Op het moment dat je, zo moet je ook in de isolatie. Je moet ja. ook in isolatie kijken. En als je dan een longontsteking of ik weet niet wat voor ontsteking krijgt, die kun je niet aanvechten. Nee. Kijk, en dan, dan dan kun je overlijden. Maar als jij niet gezond bent, om wat voor reden dan ook, behalve dan MS, ga je deze behandeling niet eens aan trekken je eerst helemaal binnenstebuiten. Uh, werkt je hart goed? Hoe, hoe werken je nieren? Ja, ze willen dus geen je... risico nemen. Nul, nee, nul. Dus die kans dat je overlijdt in zo'n isolatie, want je ligt echt in een hok en niks en niemand komt bij je, nee. uh, ja, is gewoon heel klein. De kans dat jij dit weekend de lotto wint is groter dan dat je daar komt overlijden. Ja, terwijl ze in Nederland dat andersom zeiden, toch? Exact. Um, deze arts in Rusland. Um... Ik heb dat stukje film ook gezien. Daar was ik zelf ook best wel ben ik door geraakt. Dat jij hem een knuffel gaf. En dat hij eigenlijk zei: van het is allemaal goed gegaan. En uh, hoe, hoe, dat moment. Kan, kan je ons daar meenemen? Ja. Uh, ja, om te beginnen. Er is zo'n groot verschil met hoe je. hoe ze daar. En dat zal vast niet in elk uh, ziekenhuis in Rusland zijn. Maar wat mij heel erg opviel was dat uh, deze arts elke ochtend bij mijn bed stond. En elke ochtend mij zo. Boosten. Qua positiviteit. Van het gaat hartstikke lekker. Je bent een modelpatiënt. Man, man, man. Ik wou dat iedereen het deed zoals yeah. jij en weet ik veel wat. Maar je wil niet weten wat dat met je doet. Yeah. Want dan voel je je een soort van en Dan denk je: Ja, kijk, mij is even yeah. een lekker patiëntje zijn hier. Ik rock dit gewoon. Yeah. En dat maakt dat, dat je daar gewoon helemaal het beste van maakt. Dat, dat al om te beginnen. Vervolgens elke dag dus bij mij komen. Vragen hoe het met me gaat. Het voelde meer als een buurman dan als, uh, uh, als een dokter. Een dokter. Ja. En het is ook nog een fancy dokter, met ik weet niet hoeveel titels. Hier in Nederland gaan mensen daarmee om alsof ze één op één met God staan. Uh, van nou hè dokter, dank u, we met u praten. En uh, heel uh, wel edel geleerde dokter, hè, rrr, ja. mijn leven ligt in uw handen. En ja. Een soort van neerbuigend of zo, ik weet ja. niet wat dat is. Waardoor die artsen ook minder misschien meegaand zijn. Snap je? Ja. En daar... Niet Gewoon om nu iedereen niet. over één kant te scheren, hoor. Trouwens. Helemaal niet, nee. want er zit enorm veel verschil in. Ik ja. heb ook wel neurologen gesproken die hartstikke hip... en één op één met hun patiënt omgaan... en gelijkwaardige relatie en alles. Ja. Maar ook absoluut niet. Ja. En, uh, en dit was deze dokter, die, uh, deze arts, die uh, oh ja, op een gegeven moment heb, heb ik dan die vier weken doorlopen. En hij legt mij uit van nou, dit en dit is er allemaal gebeurd. Hier moet je rekening mee houden. Vandaag ga je naar huis. En van harte gefeliciteerd met je nieuwe leven. Want je hebt het. Perfect gedaan en ik heb alles vertrouwen erin en jij gaat je nieuwe leven rocken. Ja. En dan zegt hij tegen mij stand-up. Dan ja, moet ik uit de rolstoel moet ik staan terwijl ik echt amper op mijn benen kon staan. Maar ik moest opstaan. Ik moest ja. op dat moment werd ik gewoon gedwongen om in mezelf te geloven dat ik kon staan. En dan pakt hij me vast en dan geeft hij me een knuffel en een kus. En op dat moment ja breek ik. Ja. En Als ik het vertel, voel ik het weer achter mijn ogen. Ja, maar ik, ik voel het nu ook hoor. Bij mij komt het dan ook, zeg maar, als jij dit met zoveel passie, dat moment vertelt. Ja. Ja, toen dacht ik van: jongens, dit is goud. Dit is elke cent dubbel en dwars baat geweest. Ja. Dit zou ik morgen weer doen. Ja. En een ultiem, ultiem geluksmoment. Extreem. Is dat een van de mooiste momenten uit je leven? Ja, vergelijkbaar met de acht die ik ooit op statistiek heb gehaald. <laughs> met heel veel pijn en moeite. Ja. Is, dit, uh, is dit zeker een goede tweede. <laughs> een goede tweede. Ja. Als laatste eindig ik altijd even met uh, wat misschien nog jouw lessen zullen zijn voor de luisteraars. Wat zij van voor verhaal kunnen opsteken. Nou, eigenlijk wat ik net al een beetje zei over de, over de, over de corona-situatie: ja. He, dat je loopt te janken omdat de kroegen dicht zijn. Um, ja, nogmaals, gewoon met je, count your blessings. Wees gewoon echt, echt, echt dankbaar en, uh, en voel je ook gewoon gezegend. En um, voor iedereen die geen MS heeft en luistert. Wil ik je eigenlijk ook uitnodigen om naar die 80% te kijken die iemand wel is. In plaats van wat niet werkt. Dat je probeert ook eens te kijken wat voor potentie iemand met een beperking heeft. Probeer los van dat missende been. of die stomazak. of die krakken, mikkige enkels en rolstoel, weet ik veel. Kijk eens naar wat iemand wel is. Naar wat iemand wel kan. en, en wat diegene allemaal te bieden heeft. Ja. Want ik denk dat daar, dat daar veel meer naar gekeken mag worden. Vind ik ook. En dat vind ik ook echt een hele mooie om mee af te sluiten. Top. Dankjewel. Lieve, lieve, lieve. Saar. Hartstikke graag <laughs> gedaan. Dit was hem dan, de podcast Held in eigen verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.